Onze volgende spreker schreef het managementboek van het jaar 2016. Corporate Tribe heet dat. Stammen, hè? Daar is de vertaling van. En zij is antropoloog, dus zij kijkt naar groepen mensen en kijkt dan wat zij doen en wat je daaruit kunt lezen. Uit rites, uit rituelen, uit cultuur, et cetera. Wie maakt het dat we zijn wie we zijn? Hoe makkelijk is het voor nieuwelingen om één te worden met de cultuur van een bedrijf? Wat is het wezen van uw organisatiecultuur? Allemaal vragen die ze stelt en bekijkt en lessen uittrekt. Dames en heren. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Als u vragen heeft, er is Q&A achteraf. Vraag en antwoord achteraf. Stuur ze naar Hester. Maar eerst een applaus voor dokter Danielle Bruin. Bruin. Dankjewel. Wie van u heeft er wel eens een corporate antropoloog in het wild gezien? Mag ik eens handen zien, zo? Los van busmasters. Een paar mensen, ja, mij, misschien een van mijn collega's. Er zijn er niet zoveel. Antropologen gaan van oudsher naar verre vreemde volken om daar te kijken hoe mensen met elkaar samenleven, wonen, elkaar liefhebben of niet liefhebben, oorlog voeren, het weer goed maken, geld verdienen, een dorpje runnen. En corporate antropologen doen hetzelfde, maar dan bij organisaties om de hoek. Wat ik wil gaan vertellen is, hoe maak je nou van je organisatie een woest aantrekkelijke, verrukkelijk eenvoudige tribe voor je medewerkers, voor je klanten en uiteindelijk waar we vandaag hier ook voor staan voor de samenleving. Hoe doe je dat nou? Ik ben ervan overtuigd als antropoloog dat we dat niet hoeven te leren. Dat we daar geen managementmodellen en boeken voor nodig hebben. Dat is een beetje gek als ik er zelf in heb geschreven. Maar dat we dat kunnen afkijken van mensen die dat overal op de wereld al jarenlang doen. Dus ik denk dat we het een beetje vergeten zijn in onze gebouwen van beton, hoe dat ook alweer ging. Dus wat ik graag met u in herinnering wil roepen is, hoe doe je dat? Een sterke tribe bouwen, waarbij van het ik naar het nieuwe wij gaat. Dus hoe bouwen we nou nieuwe tribes in deze lastige tijd? Ready for change and safe for diversity. Hoe doe je dat? Hoe maak je een tribe zo veranderlijk? Nou, het eerste wat daarover goed is om te weten is een beetje toch terug naar wat doen wij mensen met elkaar. Wij mensen doen met elkaar, als we elkaar zien, dan doen we niet per se aardig tegen elkaar. We hebben het wel de hele tijd over van ik naar wij, en dan komen we op dit soort congressen en we streven ernaar om iets te doen met zelfsturing. En dan zeggen we, nou laten we gaan werken in zwermen of we zetten organogrammen op z'n kop. Dat is hartstikke leuk, maar we hebben nu eenmaal een aantal guilty pleasures als leiders en als mensen. En een paar van die guilty pleasures zijn dat we eigenlijk gedoe in organisaties ook heel leuk vinden. Dat we daarvan aangaan, vinden we grappig. Een guilty pleasure is dat als we zeggen, ja, leuk zo, democratie en inspraak in zelfsturing, co-creatie, participatief leiderschap. Maar als het echt hot wordt, als het echt lastig wordt, doe mij dan gewoon weer zo'n grote Boekito 50 tinten grijs manager die het even oplost. En die muurtje bouwt zo af en toe. Dat is wat we dan toch ook weer heel prettig vinden. Dus de guilty pleasure is dat we wel heel graag willen samenwerken en democratisch zijn. Dat we wel heel graag van dat ik naar het nieuwe wij willen gaan. Maar dat we ook gewoon primaten op apenrotsen zijn. Dus het eerste wat we doen, dit is een Braziliaanse stam. Die is pas ontdekt. Dat is op zich al een gek begrip, dat je stam kunt ontdekken. Want ze waren er al, hè? Dus wie ontdekt wie, kan je dan afvragen. Maar goed, ontdekt zo. En dan vliegt er een vliegtuigje over. En dat vliegtuigje dat probeert foto's van ze te maken. En wat is het eerste wat je doet als je iemand ontmoet? Dan trek je je wapens. Ja, dan zeg je niet hoi, dat doe je daarna, maar dan trek je je wapens. Dus in eerste instantie zijn wij als tribale wezens helemaal niet zo verschrikkelijk aardig. We moeten een beetje moeite doen om een beetje aardig te zijn. Nou ja, gelukkig hebben we ook een tweede instantie zo. En gelukkig kunnen we bedenken dat er twee dingen zijn die onze menselijke contacten en onze tribale contacten met medewerkers, met klanten, met relaties en met de samenleving regelen. En wat ik eigenlijk eens aan u wil vragen is om een beetje zo in te voelen waar je zelf van bent. Er zijn mensen die zijn meer van power in eerste contact, in ontmoeting, in vergaderingen, klantcontacten. Als organisatie kan je een powervolle organisatie zijn, naar de samenleving, naar klanten toe. En zijn organisaties en mensen zijn meer van love. En het een is niet per se beter dan het andere. Je hebt het allebei een beetje nodig. Maar ik zou ze willen vragen om eens te doorvoelen waar u zelf van bent. Waar ben je nou van? En probeer eens in te voelen, stel je voor, je ging met Hakka-energie, Maori-energie uit Nieuw-Zeeland,
ging je het eerstkomende overleg in? Of ging je het eerstkomende klantoverleg in? Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Komt-ie. Wie doet dat ongeveer zo, meestal op zijn overleg? Wie zegt, ik ben primair van power? Wie is een primair van power? Ik wel. Ja, jullie ook? Wat is er nou mooi aan power? Het mooie van power is dat het gaat over waar ik voor sta. Ik is ook gaaf. Je zegt van ik naar wij, ja, maar ik is ook gaaf. Want ik gaat over vertrouwen krijgen. Gaat over begrenzen. Gaat over dit zijn mijn normen en waarden. Gaat over dit vinden wij belangrijk. Gaat over dit is de vrijheid waarvoor wij heel lang hebben gevochten. Dus power heeft ook een hele mooie krachtige kant. Gaat over onderhandelen. Gaat over even kijken wie er meteen binnenkomt. Gaat over beveiligingscamera's. Daar gaat power ook over. Nou ja, gelukkig hebben we ook nog een tegenhanger. Want anders werd het allemaal wel erg krachtig en machtig. Gelukkig hebben we ook nog zoiets als love. En wie van jullie, en dan stel ik dezelfde vraag, als je nou met deze vibe je vergadering ingaat, of dat ene klantcontact, of die netwerkafspraak, of de samenleving, hoe ziet dat er dan uit? En dit is een prachtig filmpje, vind ik, van mensen die elkaar 4 minuten, of soms maar 1 minuut, in de ogen kijken. En wat gebeurt er op het moment dat je dat met elkaar doet? Komt-ie. En wat zou er nou gebeuren als je met die energie je eerstvolgende overleg inging? Of dat ene klantcontact, of dat ene netwerkgesprek, wat zou er dan gebeuren? Wie zegt, hier ben ik wel van, ik ben wel meer van de love. Wie is daar meer van? Wat is daar goed aan? Love gaat over waar wij voor staan. Gaat over vertrouwen verdiepen, bruidschatten delen. Gaat over als je wilt fuseren, dat het eigenlijk net een huwelijk is. Gaat over als jij in de shit zit, dan help ik je eruit. Gaat over bij de Maori, waar ze hun voorhoofd tegen elkaar leggen bij een begroeting en hun neus en hun kin. Als je je voorhoofd tegen elkaar legt, dan zeg je, ik deel mijn herinneringen met jou, dus ik word één. Als je neus tegen elkaar aandoet, dan zeg je, als jij stopt met ademen, ook in business, dan mag je mijn adem delen, dus dan help ik je. En je kin tegen elkaar aanleggen betekent, wij delen elkaars kracht. Wat zou er gebeuren als je met die intentie je eerstkomende klantcontact inging? Dan werd het misschien anders. Hoef je niet echt te doen. Je kunt wel de vibe overnemen. Wat is beter, power of love? Dat is een rare vraag, hè? Wat is beter, power of love? Dat is natuurlijk een ontzettend stomme vraag. Power, dan adem je in. Dan heb je een hoge spanningsboog. Je kunt het zien aan mensen, dat zit hier. En love, dan adem je uit met elkaar. Ik hoop dat u vandaag allebei blijft doen. Zo. Dus je hebt allebei nodig. Power kan niet zonder love, love kan niet zonder power. Wat heb je nog meer nodig om strong tribes te bouwen, ready for change en safe for diversity, zodat je daadwerkelijk van dat ik naar dat nieuwe wij kunt gaan? Nou, een verhaal wat ik daarover wil vertellen. Wat ik denk, is dat we niet naar het nieuwe wij kunnen gaan zonder dat we eens even goed kijken, wat hebben we nou toch in vredesnaam gedaan in dat oude wij? In welk wij zitten we? Want ik is misschien nog niet eens zo erg, maar wat we op dit moment hebben gecreëerd is een wij waar veel mensen heel ongelukkig van worden. En wat ik daarover wil vertellen is het werk van een antropoloog, Pashirat, is een Indiase antropoloog. En Pashirat die doet onderzoek naar niet zo'n leuke plek, antropologen die trekken over de wereld om veldwerk te doen. En Pashirat die doet dat in hele grote slachthuizen. En dat doet hij in navolging van Zygmunt Bauman. En Zygmunt Bauman is een antropoloog, socioloog, die onderzoek deed naar de vraag, hoe komt het toch dat mensen in staat waren om in de concentratiekampen of in andere hele onderdrukkende regimes als Beul, om werk uit te voeren wat niemand wil doen? Hoe kregen we hele aardige huisvaders en moeders in concentratiekampen zo gek dat ze het meest vreselijke konden doen wat je maar kunt bedenken als mensheid? Hoe werkt dat? Hoe kan je mensen zo aanzetten tot geweld? En daar heeft hij prachtige boeken en onderzoeken over geschreven. En Pashirat is dat nagaan doen, die is naar de VS gegaan, waarvan die hele grote megaslachthuizen hebt. En wat hij heeft geprobeerd is om zeg maar, het DNA van geweldstoepassing, van ultieme verlies, van mensen tot nummer maken. Hij heeft geprobeerd om dat DNA ervan te pakken. En dat DNA wil ik graag met je delen. Niet per se een prettig verhaal, maar ik denk wel een belangrijk verhaal. De DNA daarvan is, als je in die grote Amerikaanse slachthuizen komt, en dat is in Nederland ook wel een beetje zo,
wat ze doen, de truc, is dat je ze ten eerste onzichtbaar maakt. Dus alles wat wij niet zo plezierig vinden in de samenleving, maken we onzichtbaar. Dus je zet er vanaf de snelweg een grote prikkeldraad omheen. In Amerika liggen die dingen heel ver van de bewoonde wereld af. Je mag geen foto- en filmcamera's meenemen naar binnen, zodat er niet te veel op National TV komt over. Ja, wat gebeurt er eigenlijk in het slachthuis? Dus we weten het wel, als we dat stukje kipfilet kopen, maar we willen het niet zo graag weten. Nou, wat vervolgens wat interessant is, is dat als je in dat slachthuis komt, in zo'n Amerikaanse grote fabriek, vleesfabriek, dan zijn er rode en blauwe gangen. En in de rode gangen, daarin wordt koetjes, vee, wordt naar binnen gedreven. En in de blauwe gangen zijn de koetjes, die zijn inmiddels geslacht, is het vlees. En alles in die grote fabrieken is gecompartimentaliseerd, noem je dat. En dat was in de concentratiekampen ook zo. Dus je hebt mensen die doen koetjes uit de veewagens in gangen. En je hebt mensen die doen stukjes vlees, grote stukken vlees en kleine stukjes vlees in gehaktballetjes. En dat gaat niet samen. Dus er zijn maar heel weinig mensen die daadwerkelijk de overgang van koetje naar stukje vlees, die dat meemaken. En wat Pashirat is gaan doen, die is aan mensen gaan vragen, ja maar hoe is het om hier te werken? Want het is toch wel gek om, we eten allemaal vlees, dus dat is helemaal niet erg dat je hier werkt. Maar hoe is het om de hele dag tussen de dood te werken? Hoe doe je dat in je hoofd? En dan zeiden mensen die interviewden, die zeiden, ja maar ik doe dat niet, ik dood niet. Ik doe alleen maar koetjes in een gang naar een zaaltje. En de mensen aan de blauwe gang zeiden, ja maar ik dood niet, ik snij stukken vlees en die doe ik in stukjes in een bakjes. Dus niemand had het gevoel dat hij daadwerkelijk bezig was met het toepassen van een vorm van geweld op dieren. En dan zeiden ze, ja, maar er zijn toch wel mensen die echt zorgen dat die koe doodgaat zo. Ze zeiden, ja, dat zijn de nokkers. Die zijn raar. Daar moet je niet. Die zijn echt heel maf. Dat zijn hele enge mannen. En die werkten in de witte gangen. Er waren een paar kleine, maar heel, heel beperkt gebied. Witte gangen, witte zalen. En in de witte gangen, daar gebeurde het. En in de witte gangen werkten mensen uit Oost-Europa. Die werden ingevlogen uit Kazachstan. En die roleerden heel snel. Om de 2-3 maanden werden ze ververst. Deden niet mee in de lokale Amerikaanse gemeenschap. Dus de daadwerkelijke geweldstoepassing was geheel onzichtbaar gemaakt, gecompartimentaliseerd. En dan kan je zeggen, wat heeft dat nou te maken met onze organisaties? Nou, als je hem doortrekt en je gaat naar de operatiekamer in een ziekenhuis en daar zegt een arts niet, goh, ik ga nu meneer Jansen opereren, maar ik ga blinde darm van kamer 33 opereren. Dat doen we als mensheid omdat we geweld toepassen, namelijk het snijden in een mens. Al is dat voor een hele goede zaak, namelijk je blinde darm opereren. Dus, hè, tof, hartstikke fijn dat dat gebeurt. Maar het uitvoeren van een gewelddadige activiteit, daar hebben we als mensen allerlei trucs voor bedacht om dat niet te hoeven zien. Het toepassen van gelijke bejegening voor mensen die schulden hebben, is gewelddadig in zekere zin. Het is wel nodig. Het is wel belangrijk dat we gelijke monniken gelijke kappen doen. Maar voor dat ene mens is het op dat moment heel wreed en gewelddadig, kan het zijn. Dus we noemen mensen uitkeringsgerechtigden in plaats van dat we ze namen geven. Op een moment dat je, het is een prachtig onderzoek, op het moment dat je weer decompartimentaliseert, dus dat je die schotten er weer uithaalt, en dat je stopt met ontzielen, dat je mensen weer een naam geeft, gebeuren er prachtige dingen in organisaties en wordt je tribe, ook naar klanten toe, woest aantrekkelijk en weer verrukkelijk eenvoudig. Er is een onderzoek gedaan in een zorginstelling waar het woord, waar ze als enige interventie hebben gedaan om de bewoners tevredenheid omhoog te halen, als enige interventie hebben ze gezegd, we gaan mensen niet meer bewoner noemen, het woord bewoner wordt verboden, we gaan alleen nog maar mensen bij hun naam noemen. Dus dan zeiden ze, in plaats van de bewoners van kamer 28 gaan nu naar de recreatie, meneer en mevrouw Bakker gaan naar de recreatie. En alleen door dat woord bewoner te voorkomen, is de bewonerstevredenheid met 40% toegenomen. Dus denk eens even na, waar in je eigen organisatie kan je medewerkers, klanten weer hernoemen, bezielen en compartimentaliseren. En uiteindelijk
Uiteindelijk, wie weet, als we allemaal wat slimmer als mensheid zijn geworden en die love iets meer de power overwint en we iets meer van het ik naar het nieuwe wij gaan, dat we uiteindelijk kunnen doen wat op dit moment gebeurt in Nieuw-Zeeland. Daar heeft een rivier mensenrechten gekregen. Geweldig. Dus dat betekent dat de rivier als private partij voor de rechter kan vragen om niet meer vervuild te worden. En dat de rechter dan gaat bemiddelen tussen de rivier en de private partij die er iets in wil gooien. Best interessant, zo als gedachtegoed. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Strong tribes save for diversity. Wat heb je daar nog meer voor te doen? Dan moet je heel goed bedenken, dat je zo flexibel moet zijn als je echt divers wilt zijn. En als je echt rekening wilt houden met de klantbelofte die je in je folder zet, dat je niet altijd uitgaat van je eigen normaal. Want als ik eens even zo aan u vraag, wie vindt dit normaal? Mag ik eens handen zien? Dus als je morgen op je werk komt en je doet dit... Wie denkt dat je daar gewoon mee wegkomt? Of denk je dat je dan toch een gesprek... Ik denk dat je dan toch een gesprekje te voeren hebt. Nou, ik kan u vertellen... Ik liep een tijdje geleden met mijn zoon door Afrika. Vonden ze heel zielig. Vonden ze echt heel zielig. Daar moest ik ook een gesprekje over voeren. Dus ja, wat is normaal? Als je een strong tribe wil bouwen... en je een beetje wilt inleven in die ene medewerker of in die ene klant... ja. Op wiens normaal, op wiens landkaart gaan we dan lopen? Ben je bereid om te stretchen en het nieuwe normaal te gaan zien als je van ik naar het nieuwe wij wilt? En even deze, hiervoor, op dit moment slaan we elkaar hier de hersenen over in. In politiek en we gooien bommen en granaten en we trekken mensen dit soort dingen van hun hoofd. En anno 2017 weigeren we mensen in zwembaden. Ik snap wel dat daar een heel cultureel verhaal achter zit, dat begrijp ik wel. Maar eigenlijk is het ook heel raar. Want dit zijn gewoon drie unieke antwoorden op de universele vraag, ik ga zwemmen, wat doe ik aan? Ja, zo simpel is het. Dus we hebben allemaal bedacht, zoals jullie hier vandaag kwamen. U heeft misschien wel bedacht, nou, ik ga naar een congres vanmiddag. Wat doe ik dan aan? Maar ik denk dat niemand van u heeft bedacht, doe ik überhaupt iets aan vandaag? Toch? Iemand wel? Dan werd het een andere dag. Dus daar hebben we mores over. Ook leuk, zo zeker met busmasters erin. Maar dan werd het een andere dag. Dus ja, wat is normaal? Nou ja, dit, weet iemand wat dit is? Face skinny in China doe je aan, omdat vrouwen in China willen niet bruin worden, willen een witte huid houden. Bijkomend voordeel is dat je niet meer hoeft te lijnen voor het zomervakantie is, want toch niemand herkent je. Dus ik zeg face skinny, geweldig, fantastische uitvinding. Bikini, die kennen we. Boerkini kennen we inmiddels ook en maken we heel veel ruzie over. Als ik aan mijn zoon van 16 vraag, wat is normaal? Zegt hij, ja, de. Niet zo moeilijk. Nou, op het moment dat mensen ja, de zeggen, dan weet je dat je te maken hebt met een culturele overtuiging. En dat mensen niet meer per se tolerant zijn. En dat het vaak over ik gaat en niet meer over het nieuwe wij. Dus ben je bereid in het normaal van de ander te stappen? En als je een verrukkelijk... woest aantrekkelijk, verrukkelijk eenvoudige tribe wilt zijn, dan helpt het als jouw medewerkers, als die zorgen dat ze ook op de landkaart van de ander kunnen lopen. Want anders mis je het in de nieuwe samenleving waar diversiteit gewoon ontzettend bittere noodzaak is. Dan moet je nieuwe totems gaan bouwen. Dan heb je niet meer genoeg aan je oude totems. Die gaan over ik of die gaan over wij. Dan moet je nieuwe totems gaan bouwen die over nieuwe wij gaan. Die zien er anders uit. En dan wordt het belangrijk dat je keer op keer bedenkt dat je een stevige tribe wilt bouwen die ready for change is en safe for diversity. En dan zeg je tegen dit vogeltje niet meer, goh Harry, ga eens rechtop zitten, doe normaal, zullen de buren ervan zeggen. Maar dan zeg je tegen dit vogeltje, hey, dat is leuk, jij bekijkt de wereld daadwerkelijk van een andere kant dan ik. Vertel eens, wat is jouw verhaal? En dat zeg je dan tegen elke medewerker en tegen elke klant en tegen elke groepering in de samenleving. Ook al is die bloody lastig. Nou, daarmee wil ik graag afsluiten. En dat vogeltje, die wij Harry hebben genoemd, dat kleine vogeltje, die heeft een eigen filmpje. En met dit filmpje wil ik heel graag besluiten. En het mag lekker hard wat mij betreft. Dankjewel. Meneer de Bruin. Dankjewel. Wat moet ik met mensen die
dit zeggen en die zeggen, ja, dat is hartstikke goed. Maar dit zijn wel onze waarden. Ja. En wij waren eerst. Ja. Nou, dat is een hele lastige, want het gaat altijd over hoeveel strut kan je aan. Het allerbelangrijkste is dat je open staat voor het idee dat er altijd wijsheid zit in de stem van de minderheid. Mm-hmm. Hoe onwelkom die stem je ook op dat moment kan zijn. En een voorbeeld, als je zegt, nou dat vogeltje Harry, hè, wij noemen altijd Harry, kan ook Harriet of Sophie of Laurens of Mohammed of weet ik veel wat. Harry. Ik was een tijd geleden was ik bij een brandweerkorps. En daar was een Harry, was een meneer, en die leende af en toe de brandweerauto. Ging heel hard met de brandweerauto door het dorp rijden, sirenes aan, zo twee keer per week. Kon natuurlijk gewoon niet. Dus nou ja, de vraag was, het was wel duidelijk, ja, we gaan afscheid van Harry nemen. Want het is gevaarlijk, het is echt ontoelaatbaar. En dat kan je op twee manieren doen. Hè. Je kunt moet afscheid nemen met of zonder bitterballen. Maar dat kan je doen wel met of zonder gesprek. En we hebben ervoor gekozen om toch aan Harry te vragen, goh, waarom doe je dat nou? Ja. En wat hij zei, hij kwam eigenlijk met een heel mooi verhaal. Hij zei, nou ja, kijk, jullie komen vrijwilligers tekort hier en eigenlijk in heel Nederland. En dat is zo, het is moeilijk om brandweervrijwilligers te krijgen. En hij zei, ja, dat komt. Ik werk hier eigenlijk, nou ja, zo'n 20 jaar geleden had ik een droom om in die brandweerauto heel hard te scheuren en branden te blussen. Maar doordat we zo goed preventiewerk nu doen, is er eigenlijk nou meer brand. Nou, dat is wel lullig. En hij zei, dus ja, en dan organiseren jullie leuke bowlingavonden. Of dan moet je met zo'n mevrouw, zo'n antropoloog gaan praten. Of dan moet je meedenken over beleid. Ja. Maar dat wil ik niet. Ik wil in die auto scheuren. Dus door te luisteren naar die stem van de minderheid, kan je uiteindelijk wel kijken, wat heeft die Harry nou nodig? En hij is nog steeds gewoon ontslagen, want het kon gewoon niet. Maar wat zit er nou voor wijsheid in de stem van de minderheid? Maar wat heeft Harry dan nu aan jou gehad? Nou ja. Helemaal niks. Harry niks, maar zijn collega's wel. Dus de vraag is altijd, wat heb je nodig om mee te gaan in meerderheidsbesluiten? Ja. Dus al die mensen die zijn weggestemd bij de Brexit, wat hebben die nodig gehad om mee te gaan in een democratisch genomen minderheidsbesluit? Ja. Ik denk, als we niet goed luisteren, niet in staat zijn om diep democratisch te gaan, dus het gaat wat mij betreft voorbij democratisch, zowel in bedrijven als in de samenleving. Dus alleen maar simpelweg de vraag stellen, oké, je krijgt niet je zin. Wat heb je nodig om vandaag toch aan het werk te gaan, meedoen met de samenleving? Nou ja, Oké, dan is het voorbeeld van Harry nog te begrijpen. Maar nu onze maatschappij. Ja. En die wordt, laten we zeggen, daar hebben we het over de kloof. En of dat nou tussen arm en rijk is, tussen stedelijk en provinciaal, tussen christelijk en islamitisch. Overal zie je dat komen. En overal zie je ook, zeg maar, mensen. En vooral, zeg maar, over het geloof zie je, sommige mensen zeggen, nee, maar hier trek ik een streep. Hè. Mark Rutte zegt, en heel veel partijen zeggen, maar één ding, vrouwen en mannen zijn gelijk, want dat is, dat hebben we ooit afgesproken in Genève. Ja. Punt. Ja. Dus iedereen die daar niet aan meedoet, dus niet goed. Moeten we dat dan loslaten? Nee. Ik denk dat het heel goed is dat we heel goed ook staan voor wat we zelf belangrijk vinden. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het echt heel belangrijk is dat we gaan leren, net zoals die drie plaatjes net, feestkini, bikini, boerkini, dat je wel voor jouw eigen normen en waarden kunt gaan staan, maar dat het wel, en dat vraagt meer megacognitieve vaardigheden, die we kinderen wat mij betreft op school moeten gaan leren en in bedrijven, dat je wel snapt dat jouw antwoord één van de mogelijke antwoorden is. En niet het antwoord. Mm-hmm. Dan kan je nog steeds zeggen, in onze samenleving, of in deze buurt, of in dit bedrijf, is dat ons antwoord. Ja. En we vinden het belangrijk dat we daar geen concessies aan doen. Maar het helpt wel om te bedenken dat een bedacht antwoord is. Waarom helpt dat? Het helpt omdat je jezelf daarmee minder belangrijk en minder serieus maakt. Dus de afspraak dat we hier zitten met kleren aan, als we hier op een bijeenkomst in Papua-Nieuw-Guinea zouden zitten, dan was het een jachtbijeenkomst en dan zaten we in peniskoker en string. Dat kan ook. Ik probeer dat beeld even uit mijn hoofd te krijgen nu. Dus en wat ik denk dat belangrijk is dat we ons realiseren dat de guilty pleasure is, ik doe alleen mijn eigen zin en ik bouw een muur, want ik wil niet dat ze mijn aardbeien aan mijn tuintje komen steken. Ja. Dat is de guilty tribale pleasure die we nu eenmaal hebben. Ja. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat
we duizenden miljoenen jaren oud geëvolueerd brein hebben, wat op die guilty pleasures triggert als het moeilijk wordt. En dat we nog maar zo'n 100, 150 jaar nieuw brein hebben dat zegt, we can do better. Ja. We kunnen naar elkaar luisteren. Want Henk zegt ook, dus moet makkelijk gezegd. Nee, daarom Henk, makkelijker de Torbal zegt, makkelijker gezegd dan gedaan. Of hoe komen we af, ja dank je Henk. En hoe komen we af van onze conditionering om dat nieuwe wij te bereiken? Kortom, Daniël, hoe gaan we dit dan doen? Nou, ik denk echt dat je mensen dialoogskills moet leren. Dus dat je moet leren, dus wat we gewoon nog niet hebben, ja, wat nog niet goed genoeg in die prefrontale cortex is geëvalueerd, is de vaardigheden, de mogelijkheden om in dialoog te gaan en om inderdaad de vragen te stellen als, wat heb jij nodig om? Het zijn een paar hele makkelijke zinnetjes. Dus wat heb je nodig om toch mee te gaan met de rest, om mee te doen? Dus niet accepteren dat mensen afhaken. Gewoon, er haakt hier niemand af. Ja. En dat betekent ook tegen je collega, dat begint bij jezelf, betekent ook tegen je collega op maandagochtend zeggen, als hij wegzept in de MT-vergadering, zeggen, ik accepteer niet dat je afhaakt. Dus als iemand heel krak afhaakt, we accepteren geen afhaken meer. Mm-hmm. Betekent, zorg dat je weer aangehaakt wordt. Ja. Dus als we zeggen, we willen dat mensen in maar de samenleving niet afhaken. Moet ik dan ook zeggen, wat heb jij nodig om weer aangehaakt te raken? Ja. Ah, oké, okay, beginnen te leren. Absoluut. Okay. Ja, nou dat. Ja. Wat okay heb je nodig om mee te doen? Want we willen niet dat je afhaakt. En normaal gesproken klatsen we dat neer, maken we het zijn of haar probleem en zeggen we, zorg maar meer dat je meedoet. En we moeten dus moeten elkaar ook minder proberen te overtuigen? Is dat ook wat je zegt? We moeten ontzettend en we moeten durven conflict in te gaan. We zijn ontzettend conflictmijdend. Dus we proberen dat weg te polderen, weg te poetsen. Terwijl laten we alsjeblieft doen van, nou ja, ik vind dit. Ik vind vrouwenbesnijding stom. En in een ander dorp zeggen vrouwenbesnijding is een goed idee. Want anders krijg je kind niet te eten als meisje. Mm-hmm. Vind ik een onbegrijpelijk standpunt, maar is wel ook een antwoord op een culturele vraag. Ja. En als je dat kan zien, eerst, dan kan je daarna zeggen, ik vind toch echt nog steeds dat het geen goede zaak is. Maar dat kan pas als je op de landkaart van de ander hebt gelopen en hebt begrepen waarom het voor hem of haar belangrijk is. Okay. En dan moet je gewoon het conflict durven ingaan en power and love durven te hanteren. Okay, dames en niet dood knuffelen. Nee, ik heb hem helemaal door. We gaan ervan leren. Geef een ontzettend applaus. Daniël Brouw, dank je wel. Dank je wel. Well done.